Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een soort van sketch over de sneeuw. Want ik zit hier dus lekker voor mijn raam, terwijl buiten lekker hard sneeuwt. En waarschijnlijk hebben jullie het inderdaad dus allemaal wel meegekregen dat het nu lekker aan het sneeuwen is. Terwijl het nog geen eens winter is. En iedereen heeft een andere mening over de sneeuw. Dus daarom heb je ook verschillende types. En daar ga ik jullie vandaag wat meer over vertellen en laten zien in een sketchvorm. Maar als eerste, ik vind zelf de sneeuw best wel leuk. Ik krijg echt zo'n gezellig gevoel door, een beetje kerstig. Ik heb ook weer lekkere kerststokjes aan van binnen de poel. Maakt allemaal helemaal niet uit. Gewoon hartstikke leuk. Het is gezellig. Het enige nadeel is dat de treinen heel vervelend gaan rijden. Dat je lang moet wachten. Maar ja, als dat nou allemaal is, maakt het allemaal niet uit. Het is lekker winters. Terwijl het nog niet eens winters is. Ik ga vandaag jullie verschillende types laten zien die er zijn als het sneeuwt. Dus kijk maar lekker mee. Als eerste een type die niemand kan ontgaan als je op social media zit. Want vooral op Instagram en Snapchat ziet overal voorbij komen sneeuw. Foto's dat het sneeuwt. Je hoeft niet eens naar buiten te stappen of uit je raam te kijken om te weten dat het sneeuwt. Want iedereen zet het gewoon lekker in zijn Snapchat verhaal. Nou, laat ik Snapchat eens checken of mensen nog wat interessants beleven vandaag. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuwpop. Ja hoor, nog meer sneeuw. Ik heb zelf vast geen raam om naar buiten te kijken om te zien dat er sneeuw is. Oké. Ja, misschien plaats ik zelf ook stiekem wel gewoon een keertje een sneeuwfoto, maar hè... Het is gewoon zo voor ineens. Mensen zijn gewoon blij met sneeuw in Nederland. Komt niet zo vaak voor. Dan heb je ook nog een type die de eerste stapjes in de sneeuw zet. En die er helemaal van kan genieten. Want het geluid, zeg nou eerlijk, is heerlijk. Mensen die het haten en die zich meteen opsluiten in hun kamer... Onder de dekens en eigenlijk het liefst, net zoals alle dieren, een winterslaap willen gaan houden. Maar ja, helaas doen mensen daar niet aan. Zo koud, helemaal ingesneeuwd. Stomme sneeuw ook. Ik wil niet meer naar buiten. Ik haat de winter. Ik haat de kou. Ik wil net zoals alle dieren een winterslaap doen. Eten. En in mijn bed. Ik kom er voorlopig niet meer uit. Overkomt de meeste, denk ik wel. Ik ben echt helemaal blij dat het sneeuwt. Je ziet overal op Snapchat. Je kijkt lekker uit je raam. Superleuk. Sneeuw. Yes. En dan kom je buiten. En dan is het ijskoud. Zal het echt zo zijn? Het sneeuwt buiten. De geur van sneeuw. Snel naar buiten. Wat koud. Ook heb je dat overblije type en die lekker in de sneeuw uitgebuit gaat liggen rollen. En daarna lekker nat is. En dan kan je lekker naar binnen gaan. Lekker warm douchen. Lekker je onesie aan. Chocomelletje erbij. Ja, lekker rollen in de sneeuw. Je moet het maar leuk vinden, hè? Ja, je hebt natuurlijk ook personen die er negatief over zijn en die het helemaal niet leuk vinden dat het nu al sneeuwt, maar die alleen maar sneeuw willen met kerst. Een witte kerst. Wat is dit? Het is nog herfst. En het sneeuwt. Dat hoort niet. Ik wil een witte kerst. Ik ga niet meer naar buiten. Niet alleen kinderen doen dit, maar oudere mensen vinden het stiekem ook nog heel erg leuk. Namelijk een sneeuwpop bouwen. En daar past deze quote, die hierachter staat, heel goed bij. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen. Ja,
een sneeuwpop bouwen dus. Zal ik een sneeuwpop maken? Ja, dat lijkt me een goed idee. En het lijkt me niet zo goed idee als ik ga zingen. Maar een sneeuwpop bouwen. Zo. Dan heb je ook nog een persoon die er echt helemaal van geniet. Die vindt het super gezellig, net zoals ik. Lekker kerstgevoel, kaarsjes aan, lampjes aan, dekje erbij, Netflix, YouTube kijken. Gewoon super knus en gezellig, terwijl het buiten aan het sneeuwen is. Het sneeuwt buiten, de kersttrui is aan, het plantje mag weg. Kaarsje mag branden. Lampjes hangen er al. Chocomelletje erbij. Wat kruidnootjes. En kunnen we lekker naar buiten kijken. Met een cozy dekentje. En ondertussen YouTube. Helemaal winters. Love it. Sleeende mensen. Er zijn dus ook mensen die met zo'n klein beetje sneeuw al gaan sleeën. Het ijzer van de slee die schraapt nog over de vloer, maar toch hoort het erbij. Sleeën! Slee doe je eigenlijk op een heuvel, maar dat kan niet in een tuin. En als allerlaatste, niet te missen, het persoon die een sneeuwbal gevecht gaat houden. Of overal nergens sneeuwballen naartoe gaat gooien, omdat hij in zijn eentje is. Oké, een sneeuwbalgevecht. Tegen de lucht. Oh, slechtste plant ter wereld, want het is heel koud. Zo, dit waren dan een aantal types en momenten als het sneeuwt. Ik weet niet of jij hierin hebt herkend. Laat het zeker eventjes weten in de reacties. Of als jij nog een ander type weet, hoor ik dat ook nog graag. Lijkt me leuk om te horen. Dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En dan tot de volgende keer. En laat weten wat jij hebt gedaan in de sneeuw. Veel plezier nog, als het er nog ligt als ik deze video opneem. Want dat heb je ook in Nederland. De sneeuw is zo weer weg. I'm the winner, I'm the winner. De sneeuw, de geur van sneeuw, dat was helemaal niet goed. Wat zeg ik allemaal? Ik wil zeggen, de geur van sneeuw. Ja hoor, doe me gewoon even opnieuw. Als het dicht wil. Mijn geld is helemaal geknapt. Oeps. Ja. Oeh, tegen mijn camera. Tadaa! Zijn ogen die wil niet blijven zitten.